Op het terrein van Zandsculpturenfestival Friesland in Sneek is een heus zandhotel verrezen. Het evenement biedt tijdelijk de mogelijkheid om te logeren in een magische wereld van zandsculpturen. Dit luxueuze onderkomen is het eerste ter wereld en geïnspireerd op de ijsvarianten in landen als Noorwegen en Finland. Het zandhotel is verwerkt in een zandsculptuur van 8 meter hoog dat het stadje Bedrock uit de Flintstones uitbeeldt. Dit in verband met het thema van het festival dit jaar, Hollywood. Ook in de hotelkamers zelf staan zandsculpturen en de zanderige muren en het zandplafond maken het geheel compleet. Het eerste nachtje volgens mij in het zandsculpturenhotel zit erop. Hoe is het gegaan? Wat wij horen van de gasten is dat ze heerlijk hebben geslapen. Dat ze balen dat ze een beetje een kleine auto hebben meegenomen. Ze hadden graag het bed even meegenomen. Nee, ze hebben een heerlijke nacht gehad. En hoe zijn jullie hierbij gekomen? Hoe is het idee ontstaan? Ja, het idee is natuurlijk ooit ontstaan op basis van het ijsculturenhotel. Iedereen kent ze wel, de grote ijshotels in Noorwegen en dergelijke. Zo is dat idee hier ook wat ontstaan. Toen dachten we, laten we eens wat met zand gaan doen. En dat idee kwam vanuit Den Haag, van Global Powwow. Alec Mesgaard, de eigenaar daarvan, die zei van, gaan we dat doen? Gisteren werd ook een vraag gesteld van, maar dat is toch bijna onmogelijk en wat voor problemen komen we tegen? Ja, problemen zien we eigenlijk niet, we zien de uitdaging, we gaan het doen. Ja, ik zat daar ook al een beetje aan te denken natuurlijk, want je zit natuurlijk met ijs, dat is wel redelijk solide natuurlijk. Maar hoe hebben jullie dat opgelost natuurlijk om er een constructie van zand te maken, om dat veilig te maken? Nou, om dat echt helemaal veilig te doen, hebben we daar inderdaad een oude keet hebben we daar neergezet. Die hebben we aan de buiten en aan de binnenkant voorzien van een zandlaag op de wanden en ook op het plafond. Ja, voor het comfort moet je toch naar wat andere dingen grijpen als ook zand. De vloer, dat gaan jullie straks ook zien, die is echt met een heel mooi tapijt belegd. Het sanitair is natuurlijk wel gewoon betegeld. Het bed is echt gewoon een goed bed. We hebben wel heel even geprobeerd om op zand te gaan slapen, maar dat slaat gewoon voor een meter. Zo, nou staan we in de hotelkamer. Het ziet er natuurlijk allereerst prachtig uit. Maar als ik dit dan zo zie, dan rijst bij mij meteen de vraag, hoe blijft dat zo mooi op het plafond en op de muren zitten? Nou, het is heel eenvoudig. We zijn begonnen echt met handwerk, echt monnikenwerk. 3-4 mensen die continu de handjes zand er tegenaan doen. En om het dan helemaal goed te houden en het hard te houden, gaat er een screenlaag overheen. En die screenlaag is een eiwitmengsel. En dat kun je een beetje zien als behangplaksel, wat het bij elkaar houdt. Ja, en dat hebben we nodig om het goed te houden. Ja, precies. En de sculpturen hier, dat is ook allemaal gewoon echt zand? Of is dat... Nee, dat is ook allemaal gewoon echt zand, net als op het festival zelf. Het is gemaakt water en zand. Het is heel hard gecompact. En inderdaad, Marieke, een van de sculpturenmakers, die heeft hier 2 dagen bloed, zweet en tranen zitten karven om het zo mooi te krijgen. Nou, Ruud en Petra, jullie zijn volgens mij de eerste gasten hier. Hoe was het? Ja, wij waren de eerste gasten die in het Zandhotel mochten overnachten vannacht. Het was vannacht voor de eerste keer ook gisteren voor de eerste keer open gegaan. En dat was eigenlijk helemaal goed. Echt heerlijk geslapen. Mooi weer gehad hier. Gisteren aangekomen. Even bij de sculpturen rondgekeken. Nou, dan hebben we hier s'avonds nog gezellig gezeten. Toen lekker onze kamer ingegaan. En heerlijk geslapen. En vanochtend heerlijk ontbijt gehad. Hoe zijn jullie achter dit hotel gekomen eigenlijk? Nou, een vriend van ons die is zijdelings betrokken geweest bij dit project. Die heeft wat voorbereidend werk gedaan voor dit project. En die zei van, misschien is het wel aardig als jullie in het hotel komen slapen. Ja, toen wist het nog even niet dat wij de allereerste waren in het allereerste zandhotel ter wereld. Dus dat vonden wij op zich wel leuk. Nou, dan natuurlijk de belangrijkste vraag, hoe sliep het? Heerlijk. Ja, heerlijk bed, mooie kamer, mooie badkamer en ja, heel bijzonder als je aankomt lopen en je ziet natuurlijk Fred en Wilma en dan ga je gewoon de deur in. Echt heel bijzonder. En geen last gehad van het zand of zo? Nee, ik durfde eerst niet echt te bewegen, maar nee hoor, alles kan, het is heel mooi. Okay. Je kan gewoon alles doen. Ja, precies. En komen jullie ook eigenlijk een beetje hier uit de regio? Nee, we komen uit Den Haag. Okay. Ja, en ik wilde heel graag een keer naar Sneek, dus... Komt het helemaal mooi uit natuurlijk. Mooie stad. Ja. Dank u wel.
Marie.